bijzonder blij en verheugd u hier in La Butte-aux-Bois welkom te mogen heten voor de 4e editie van de Grensgevallen Gala. En we hebben besloten om het deze avond enkel over voetbal te hebben. De aanwezige dames hier weten nog zeer goed dat afgelopen zomer in Brazilië het wereldkampioenschap voetbal heeft plaatsgevonden. Maar voor de mannen hier aanwezig willen we dat toch even in herinnering brengen. En zoals verwacht en voorspeld is Duitsland wereldkampioen geworden. Maar wij willen aan onze Nederlandse gasten hier vandaag toch nog onze felicitaties overbrengen voor het zeer mooie resultaat van Nederland met de 3e plaats in Brazilië. Wij willen hier ook wel meteen aan toevoegen dat toch de mooiste wedstrijd van het WK, de spannendste wedstrijd en het schoonste voetbal, gespeeld is door de Belgen. De Belgen en de dames hier aanwezig weten dat nog zeer goed. De Belgen hebben in de 8e finale de Verenigde Staten van Amerika naar huis gestuurd. En het is dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Grensgevallen dat Barack Obama een goede reden heeft om vandaag niet te komen. Maar, en als we het dan toch over de wedstrijden hebben, een van de meest opmerkelijke wedstrijden is gespeeld op 13 juni. Op 13 juni heeft, en de dames hier aanwezig weten dat nog ontegensprekelijk, op 13 juni heeft Nederland gespeeld tegen Spanje. En Spanje werd naar huis gestuurd met 5-1. Maar dat was een zeer bijzondere wedstrijd, want in de FIFA-annalen staat deze wedstrijd gecodeerd met GC. En GC, dat betekent gok Chinees. Als je die beelden van die wedstrijd terug bekijkt, dan zult je zien dat de Spaanse keeper Casillas zeer gewillig 5 keer de bal tegen de netten heeft laten rollen. Casillas is dan ook afgelopen zomer op vakantie geweest in China. En hij heeft daar een wildcard gekregen voor de Chinese restaurants. In die zin dat hij overal waar een Chinees restaurant is, hij gratis het gerecht 122 mag bestellen. En iedereen weet, die naar de Chinees gaat, dat 122 sapsoi met garnalen is. Na het WK ging het iets minder met Oranje. Op 13 oktober, dus 4 maanden na die geweldige wedstrijd tegen Spanje, speelde Oranje in IJsland tegen de IJslandse amateurs. En Nederland werd met 2-0 verlies naar huis gestuurd. Wij moeten toch de felicitaties uitbrengen aan de Nederlandse verdediging. Ze hebben zeer goed verdedigd, want anders was het 5-0. Als je dan hier aan de dames zou vragen, wat is er al die 4 maanden in godsnaam gebeurd met het Nederlandse elftal? Wat is er veranderd? Dan weten u de dames te vertellen dat er maar 1 factor fundamenteel gewijzigd is. En dat is Louis van Gaal. En terecht, ik voel mij trouwens wel wat verbonden met Louis van Gaal. In die zin dat we niet alleen dezelfde voornaam hebben, maar op het werk noemen ze mij ook de generaal. We houden allebei van lekker eten en goede wijn. En ook ik ken niks van voetbal. Maar eind verleden jaar is Louis van Gaal hier in La Butte-aux-Bois komen dineren. Ik had het geluk daarbij te mogen zijn. En ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om de stoel waarop Louis van Gaal heeft gezeten te markeren. En deze stoel, die staat nu in deze zaal. Die is nog niet klaar, hè?
Dus een van de grensgevallen zit op dit ogenblik op de stoel van Louis van Gaal. Nu zou ik u willen vragen van onder uw stoel te voelen. En indien u daar een enveloppe aantreft, dan bent u de gelukkige en mag u naar voren. Voelen ze nu eigen stoel? Volgens mij staat de stoel aan die tafel. Wat hier? Deze? Ah! Aan drinken. Volgens mij niet. De enveloppe is... Dat is inderdaad, dat is de Louis van Gaal stoel, alsjeblieft. Je hebt enorm geluk, je krijgt vandaag, speciaal van de grensgevallen, de champagne Louis van Gaal, heel graag erin, in een oranje verpakking. Mooi. Heb je het gefilmd? Dames en heren, het is met plezier dat ik u de volgende spreker mag aankondigen. Het is misschien wel zijn wens om eens mee te doen aan de slimste mens. Ongetwijfeld zou hij heel veel weten. En hij zou zelfs de grappige jury doen zweten. Het kind van een paard noemt men een veulen. Dames en heren, hier is voor u onze burgemeester, Marino Keulen. Dames en heren, goede vrienden. Louis Christoffels doet dat goed. Louis Christoffels doet dat briljant. Louis Christoffels zou moeten in de politiek stappen. Daar zou, absoluut moest hij dat niet doen, een grote carrière aan verloren gaan. En net nog zei mij Armo Vliegen, witste Marino, er deed dat ook nog volledig gratis. Ik zeg, Armo, herhaal dat. Een advocaat, een meester die gratis werkt. Echt pro deo. Dit is breaking news. Dit is nieuws voor CNN, voor TVL. En L1 terzelfde tijd. En bovendien, Louis, als je dan toch gaat voor gratis, er zijn in de Belgische politiek nog zo partijen die als bloedgroep hebben gratis. Dan moet je gaan in de richting van het socialisme. Je moet dat worden. Maar het zou misschien voor u inderdaad een mooi alternatief kunnen zijn naast deze prachtige introductie. Goede vrienden allemaal, beste grensgevallen. Het is voor mij ook een primeur. Ik heb al tientallen, misschien honderden gezelschappen in Lanaken mogen toespreken, maar nog nooit de grens gevallen. Onze gemeente geraakt op dit ogenblik stilaan uit een winterslaap. Er zijn er een aantal die voelen eigenlijk bevrijdingstijden naderen. En dan heb ik het niet over 11 november en wapenstilstand, maar deze gemeente... Lanaken is carnaval en carnaval is Lanaken. Voor sommigen komen nu eigenlijk de mooiste dagen, de mooiste weken en maanden van het jaar in aantocht. En dat is eigenlijk iets wat in Lanaken, sommigen vinden dat mooi, anderen vinden dat minder mooi. Maar als we in iets eigenlijk Champions League spelen, we hadden het net over voetbal, dan is het wel als het gaat over ambiance en gezelligheid. En soms vind ik dat we daar soms iets te eenzijdig op inzetten. Maar we zijn samen toch heel gelukkig. En we hebben zelfs in Lanaken, wat die carnaval betreft, en dat is vrij uniek, daar een hele nevenindustrie rond ontwikkeld met een eigen bessengazet. Die gaat nu deze dagen verschijnen. En daar wordt iedereen die iets betekent in de gemeente over de hekel gehaald. En wee het gebeente van de politicus die daar niet in staat. Die is het afgelopen jaar, met andere woorden, heel saai en heel bleek geweest. En heeft dus... met andere woorden, slecht gewerkt. We hebben zelfs een eigen
platenlabel, vastelovend van de Maaskant. Dus voor diegenen die ervan houden, vergeet Lana niet aan te doen. Maar wat minstens even belangrijk is, en dat heb ik nu van Armand Vliegen net gehoord, 60% is hier Belg, 40% komt van over de grens. Ik kan u dus meedelen, Lanaken is een veelstatengemeente. Hier, op het grondgebied van Lanaken, wonen 97 nationaliteiten tezamen. Geen mens die het weet, ook die van Lanaken niet. En naast de Belgen zijn de Nederlanders hier heel zwaar vertegenwoordigd. 6.848. 28% van onze bevolking. Hé, hey, pas op met Hollander moppen, ook deze avond. En ga je één generatie terug, kom je zelfs aan 41%. Als ik dan vraag aan de mensen op de dienst, hoe komt dat? Diegenen met een beetje een schuinsum op, die zeggen dat het verstand komt met de jaren. Er zijn er een aantal die genaturaliseerd zijn. Maar eigenlijk is het verhaal heel simpel. De Lanakenaren gaan aan de slag op Maastrichtse en de daarom gelegen bodem. Slaan daar een lief aan de haak, komen dan hier wonen. En mensen worden dan door huwelijk inderdaad ook Belg. Er zijn heel veel dingen die we samen doen en ik denk ook dat dat de enige samenwerking is waar we ook in de toekomst verder moeten op inzetten als gemeentebestuur. Wij doen heel veel dingen, ik ga het niet te serieus maken, tezamen met het zogenaamde Maasland aan de Belgische kant. Maar iemand van Lanaken, als we eerlijk zijn, die gaat zelden op bezoek in Mazeik en omgekeerd ook niet, maar waar wel een natuurlijke va-EVR bestaat, dat is vanuit Lanaken naar Maastricht en omgekeerd vanuit Maastricht naar Lanaken. Dat past als geen ander bij elkaar. Maastricht, dat is eerste nationale. Wij zijn vierde nationale, logiek. We spelen soms, vind ik wel, als tweede provinciale. Maar we hebben wel die capaciteit. En eigenlijk, Maastricht kan voor ons een beetje de poort, de brug zijn naar de rest van Europa. En Lanaken een bruggetje, een brugsje zeggen ze in Lanaken, richting Vlaanderen en dit deel van de wereld. En zo kunnen we elkaar eigenlijk ook een stuk sterker maken. We hebben nu samen Château Maastricht eigenlijk georganiseerd. Omgekeerd is er ook heel veel interesse om dingen samen met ons te doen. Laat het duidelijk zijn, hier in Lanaken is iedereen en heel in het bijzonder deze avond de grens gevallen. Van harte welkom. Ik wens u allemaal heel veel succes in alles wat u verder onderneemt. Maar voor vanavond heel veel gezelligheid. Met dank aan de organisatie. Bedankt voor uw aandacht. Dames en heren, voordat u denkt hoeveel sprekers komen er nog, met alle geluk, ik ben de laatste. Het is wel niet makkelijk om naar Louis en om naar Marino te spreken, maar ik doe mijn best. Als ik misschien nog heel even, heel kort uw aandacht mag. Louis heeft zich geconcentreerd op voetbal. Daar heeft hij ook meer dan 20 jaar op moeten wachten. Ik concentreer me nu op tennis. En Louis weet beter dan wie waarom. En zelfs ook Peter Mares en zijn broer Bart weten waarom. Zij weten van de hoed aan de rand. U mag dat persoonlijk bij hem navragen. Ik heet de burgemeester uiteraard van harte welkom. Dat heeft Louis al gedaan. Ik heet u alle van harte welkom. Bijna 115 gasten, daar zijn we opnieuw trots op. En ik heet met name ook welkom de sponsoren. Ik noem ze bij naam. Brasserie 1632. Ik weet niet of iemand weet waar dat überhaupt ligt. Gust, heb jij een idee? Brasserie 1632. Iemand in de zaal? Mag je een hand opsteken? Krijg geen fles champagne? Maar toch? Brasserie 1632 is het restaurant van de golfbaan in Maastricht en Lanaken. Ah. Oké. Okay. Een toplocatie en een prima keuken. Dome en Otten is een beleggingskantoor die nu een vierde kantoor hebben geopend in Lanaken. Want ze hadden zoiets, als we echt een goed beleggingskantoor willen zijn, dan moeten we ook in Lanaken gevestigd zijn. Meis Motoren, u heeft allemaal daar straks op de motor mogen zitten, of daarnaast mogen staan. Dat is de derde sponsor. En daar zijn we heel blij mee. En Meis, denk ik, Meis Motoren na vanavond ook met de grens gevallen. Christoffels is een trouwe sponsor. Wellicht een lichte vorm van dwang via een bekende advocaat in de familie. Vastgoed verzekeren is een van de opties. U verzekeren van vastgoed is een andere optie. VipClean is ook een vaste waarde. Alleen Harry ontbreekt vandaag.
Hij herstelt goed van een hartoperatie, maar vandaag komt net te vroeg tot zijn spijt. Langs deze weg van harte beterschap. Bart Ruijens, mede van nood, sluit later aan. Last but not least en nieuw in het gezelschap is Office Center. Na 4 locaties in België, nu ook in Nederland actief en niet zo'n beetje. Christa Joek en haar compagnon zijn nadrukkelijk aanwezig op de Nederlandse markt en met succes. Op zoek naar een bureau over de grens, eventueel virtueel, dan moet je bij Christa zijn en bij niemand anders. Ik heb de deelnemerslijst goed gecheckt, er zijn geen andere kantooraanbieders. Welkom ook aan een nieuwe ondernemer uit Daarna. Ik zit met eerst nog niet, dus ik kan het nu niet welkom heten, dat is misschien verlaten. Ik ga een paar kleine praktische dingen nog zeggen. Allereerst de kalender voor dit jaar, dat wil zeggen voor volgend jaar. Vrijdag de 13e februari is carnavalsvrijdag in Maastricht. Wellicht een pechdag. Zaterdag de 14e hebben we waarschijnlijk hopelijk meer geluk als we thuis arriveren. Het programma voor vanavond. De formule is iets aangepast. We gaan van 4 naar 2 degelijke amuses en we hebben meer keuze bij het buffet. Het eten wordt geserveerd van 8:30, we zijn 5 minuten over tijd, tot circa 10:00. Daarna is de bedoeling dat de DJ's hun opwachting maken en dat eerst Geert start om 10:00 en Tuur, de andere DJ, met saxofonist, ik heb hem nog niet gezien, om 11:00 aansluit en om 01:00 is helaas, moeten we helaas de muziek afsluiten, maar dan mag u uiteraard nog blijven. De hotelbar, een zakelijke mededeling. Mocht u in de bar eindigen nog na vanavond, dan zou ik u willen aanbevelen om voor eigen rekening te willen drinken. Vorig jaar kwamen een aantal mensen op een spontane idee om alle gin tonics op de organisatie te laten opschrijven. Voor alle duidelijkheid, u mag gerust laten opschrijven, maar dan op uw eigen rekening. De foto's van vanavond van de motorfietsen worden vanaf zondag, maandag, dinsdag, weet ik niet, brugdag in België, worden door Ivan Jans en zijn broer Emil op de site gezet van de grensgevallen en die kunt u zelf downloaden. En ik denk dat er een paar mooie exemplaren bij zijn. Tot slot, want dat is altijd hetgene wat de meeste aandacht krijgt, die woorden, tot slot. Volgend jaar gaan we met de grensgevallen niet alleen carnaval vieren, we gaan in maart ook weer opnieuw naar de golfbaan in Maastricht klaarmaken en hopen dat we ook naar buiten kunnen als het weer dat toelaat. We gaan een groot business event organiseren met Hans Erkens en zijn club Société Sint-Gerlach en Zuidborrel. Hans is vanavond ook hier aanwezig met een aantal gasten. Dat gaat gebeuren op 23 april. Daarnaast gaan we weer naar het evenement bij Bouchard d'Enfas. Dit heet sluikreclame. En daarnaast, als laatste, gaan we volgend jaar opnieuw dit gala organiseren, alleen iets later in november en dan ook samen met Société Sint-Gerlach, waarbij we niet dit keer een beetje op 120 mensen, maar waarschijnlijk wel op 200 mensen. Maar daarvoor moet het eerst vanavond weer geslaagd zijn. Dat bepaalt de butoir met het buffet, dat bepaalt u. Belangrijk dat we snel de dansvloer opgaan en de discjockeys zullen u daar graag een handje bij helpen. Veel plezier!